We lezen met elkaar uit het boek Prediker en dat doen we vanavond voor de laatste keer. We hebben heel Prediker eigenlijk doorgelezen met elkaar in de avonddiensten. En vanavond de laatste keer, en als u dan wilt weten hoe het volgende week verder gaat, u hebt een extra uitgave van het Noordernieuws gehad, waarin dat allemaal uit de doeken wordt gedaan. Hoe Johan en ik samen een vervolg aan gaan geven aan de verdiepingsdiensten. Dus nu voor de laatste keer Prediker. En we lezen hoofdstuk 11 en 12. Daar lezen we het volgende. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden. Verdeel het in zevenen, of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal. Als de wolken vol zijn geworden, gieten ze regen uit op aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Wie op de wind blijft letten zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. Evenmin als u weet wat de richting van de wind is of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, evenmin kent u het werk van God die alles maakt. Zaai uw zaad in de morgen en trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat. Of dat het allebei goed zal zijn. Het licht is aangenaam en het doet de ogen goed de zon te zien. Ja, indien de mens vele jaren leeft, laat hij zich dan al die tijd verblijden. Maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. Verblijd u, jonge man, in uw jeugd. En laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien. Maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen. Weer dus de wrevel uit uw hart en doe het kwade weg uit uw lichaam. De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarin u zeggen zult, ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht, en de maan en de sterren en de wolken terugkeren naar de regen. Op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, omdat ze met weinigen zijn. En zij die door de vensters kijken, worden verduisterd. Wanneer de beide deuren naar de straat worden gesloten, het geluid van de molen verzwakt, men opstaat bij het geluid van de vogels en alle zangeressen neergebogen zullen worden. En ook gaat vrezen voor de hoogte en er verschrikkingen zijn op de weg. De amandelboom gaat bloeien, dus springhaan zichzelf tot een last wordt. En de kapper pes niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eeuwig huis. Rouwklagers doen de ronde in de straat. Voordat het zilveren koord wordt verwijderd en de gouden oliehouder verbrijzeld, de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzeld, het stof terugkeert naar de aarde zoals het was en de geest terugkeert tot God die hem gegeven heeft. Een en al vluchtigheid, zegt de prediker, alles is even vluchtig. Overigens, de prediker was een wijze. Voortdurend onderwees hij het volk in kennis. Hij was opmerkzaam en onderzocht. Hij stelde vele spreuken op. De prediker zocht aangename woorden te vinden. Het geschrevene is oprecht, woorden van waarheid.
De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers, diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één herder. Wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er komt geen einde aan veel boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. De slotsom van al wat door u is gehoord is dit. Vrees God. Houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen. Met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. Tot zover. Wij gaan nu zingen met elkaar uit de 90ste psalm. Een psalm waarin wordt gezongen over de vergankelijkheid, betrekkelijkheid van ons bestaan. Maar tegelijk ook waarin gebeden wordt om Gods omzien naar ons leven. Het werk van onze handen. Dat Hij er zijn zegen over geeft en dat we sowieso, hoe het ook gaat, door Hem in genade worden gezien. De 90ste psalm, het 6e en het 8e couplet uit de bundel Weerklank.
Gemeente, in antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 103, vers 7, 8 en 9. We leven van het vaderlijk ontfermen, te midden van kwetsbaarheid, gebrokenheid, van goede tierenheid, die duurt in eeuwigheid. Daar zingen we van, als antwoord op de verkondiging. Psalm 103, vers 7, 8 en 9. Gemeente van Christus, broeders, zusters, voor de prediker is één ding heel helder en duidelijk. Dat het bij lange na niet altijd helder is. Wat een mens wel of niet moet doen. Of die wel of niet in dit of dat slaagt. Of je nu de ene kant op moet of de andere. Als hij vandaag zou lezen wat soms in boekjes wordt geschreven over dat unieke plan wat God met ieder leven heeft, zou hij ons wat verdwaasd aankijken en zeggen: waar heb je dat vandaan? Hoe kom je daarbij? Hij zou zijn hoofd schudden en zeggen: nee. Wie zulke gedachten erop nahoudt, die maakt het echt simpel. Zo simpel is het niet, het leven. Integendeel, daar is het echt iets te ingewikkeld voor. Ik kom er in ieder geval niet zomaar uit welke kant het op moet. Het is veel meer proberen dan het allemaal bij voorbaat helder hebben. Je krijgt het ook niet op een briefje uit de hemel. Dit is het plan voor jouw leven. Die stap en dan zus, dan zo, dan daarheen en dan... Trouwens, het zou ook wel een beetje raar zijn, hè? Alsof een mens geen eigen keuzes meer kan maken, geen eigen verantwoordelijkheid meer heeft. Alsof het allemaal bij voorbaat door de hemel is geregeld. Het is toch, maar dan in een wat andere vorm. Een jasje wat op het eerste gezicht heel... fleurig eruit ziet, het eigenlijk het oude noodlotsidee, het voorzienigheidsgeloof. Alles ligt vast. Het komt zoals het komen moet. Je kunt eigenlijk geen kant op. Ik zou bijna zeggen, een zwarte jas verruilt voor een fleurige. Maar nog het ene deugt, nog het andere. We hebben geen God als een lot en ook niet iemand die voor ons even een uniek plan voor ons leven ontwerpt. En dat wij er alleen nog even achter hoeven te komen hoe dat dan allemaal zit. En als je dat dan weet, dan weet je tenminste wat je moet. En dat dan succes verzekerd is. Dat komt eerder uit Amerika dan uit de Bijbel. Ik zeg het maar gewoon even recht toe, recht aan zoals het is. En ik word er ook eerlijk gezegd niet vrolijk van. Het lijkt natuurlijk wel heel aanlokkelijk. God die alles dan rond heeft voor jou. Jij heel uniek en hij een plan erbij voor jou. Maar is het eigenlijk wel zoiets? Is het wel iets om vrolijk van te worden? Want ja, ik ontmoette onlangs nog een meisje van een jaar of 18 op een jongerenavond die helemaal in tranen vertelde: ik kom er maar niet achter. Achter dat plan van God. En ik weet niet welke opleiding ik moet doen. En mijn verkering is uitgeraakt. En hoe zit dat nou? En ik dacht zo. Ja. Niet oppas raak je er compleet van in de war. Niet doen. Staat nergens in de Bijbel. Dat God voor iedereen een uniek plan heeft.
Het lijkt dan wel heel gelovig en vroom, maar het is het niet. Je raakt er, als je niet oppast, van in de war. Je schiet er van in een kramp. Want hoe ontdek je dat dan? Dat plan. En als het dan, ja, als het dan voor je gevoel helder lijkt te zijn en het loopt toch helemaal anders in de war, nou, dan weet je niet meer wat je er mee aan moet, toch? Zou je zomaar je geloof kunnen verliezen? Had je er alle geloof in en hou je helemaal geen geloof meer over? Dat heb je altijd trouwens, als je dingen gaat bedenken, hoe mooi en vroom en gelovig ook die niet in de Bijbel staan. Daar word je in de regel op den duur ongelovig van. Niet doen, niet doen. Het is dromerij en dromen zijn bedrog, ook vrome dromen. Een prediker die heeft daar ook niet veel mee, met zo'n uniek plan. De prediker die zegt heel nuchter, je weet het niet, je weet het echt niet. Weet je, het beste wat je kunt doen is gewoon maar gaan investeren. Werp je brood uit op het water, wat dat precies betekent, dat weten we niet helemaal. Maar het zou zomaar kunnen betekenen, investeer. In dit of dat. En ja, daar zal dan hopelijk vanzelf de winst uit voortkomen. En je kunt investeren op allerlei manieren. In studie, in een stuk inzet en ijver in een zaak. Investeer gewoon. Geef je eraan. En het zal hopelijk vanzelf zijn winst opleveren. Heel nuchter, toch? Met andere woorden, als mens je verantwoordelijkheid nemen. En dat lijkt me tegelijk ook heel gelovig. Geschapen naar het beeld van God zijn wij niet een stok, een blok, die niet kunnen bedenken of zo, wat we zouden moeten en willen en kunnen. Integendeel, u hebt ons bijna goddelijk gemaakt. Je kunt echt keuzes maken hoor. Daar ben je zelfs voor gemaakt om dat te doen. En je verantwoordelijkheid te nemen op grond van je talent en van de mogelijkheden en gaven die je hebt. Je hoeft niet zomaar heel stilletjes met gevouwen handen af te wachten wat God voor je heeft bedacht. Je mag het zelf bedenken. Je hebt ons bijna goddelijk gemaakt. Ga gerust je gang. Werp je brood uit op het water. Investeer in dit en dat. Doe wat je kunt. En wees een mens. En recht je rug en ga er tegenaan. En vlucht niet op een verkeerde manier, zeg maar, weg voor jouw verantwoordelijkheid. Voor de keuze die je maken moet. Dat God dat dan voor jou moet regelen. Doe dat niet, zegt de prediker. Nuchter geloof, vind je niet? Wel behulpzaam. Tenminste, dat hoop ik maar. Er is het voor geschreven. Hij wil ons echt een handje helpen in het leven met zijn grilligheid en zijn onvoorspelbaarheid. De prediker die heeft het gezien, heeft zo zijn observaties gemaakt en daar schrijft hij het een en ander op. Hij maakt wat aantekeningen bij het leven en dat kan voor ons echt behulpzaam zijn tot op de dag van vandaag. Want ja, zoals het toen al was, zo is het tot op de dag van vandaag. Mooi is dat. In die zin heel actueel. Hij zegt, ja, dat vind ik mooi, vind je ook niet? Verdeel het in zevenen. Spreid de risico's, zeggen we vandaag. Ja, doen. Of zelfs, als je denkt, nou ja, misschien toch nog niet helemaal zo handig, dan doe je het in achten. Het is maar net wat jou het verstandigste lijkt. Maar spreid de risico's, want het leven is nou eenmaal vol risico. Het is niet anders. U weet niet, staat erbij, welk kwaad er over de aarde komen zal. Inflatie, economische crisis, zomaar ineens een conflict met allerlei gevolgen of ja, een droogte waar je niet op gerekend had. Een aardbeving. Een overstroming. Nou ja, vul maar in. Geen mens die het van tevoren zeggen kan. Toch? Daarom spreid de risico's.
Want een mens die weet het niet hoe het lopen zal, morgen en overmorgen. En je hebt bovendien te maken met dingen die onvoorspelbaar en tegelijk onontkoombaar zijn. Als de wolken vol zijn geworden, schieten ze regen uit. Ja, onontkoombaar, het gaat echt regenen als de lucht betrekt. Of je het nu wilt of niet. En een boom die omwaait, ja, of die naar de ene kant valt of naar de andere, daar ga je niet over. Maar je kunt er ook niets aan doen. Je kunt hem niet eventjes de andere kant op laten vallen. Het kan zomaar betrekken de lucht. Het kan zomaar beginnen te regenen. En de boom kan, ja, nou ja, alle kanten opvallen. Wie zal het zeggen? Vandaar nog een keer, spreid de risico's. En wees erop bedacht dat er dingen kunnen gebeuren die je nu niet voorziet. Die onvoorspelbaar zijn en, zoals ik al zei, onontkoombaar. Waar jij als mens gewoon niks tegen kunt doen. Waar je mee hebt te dealen. Mee hebt te leven. Nuchtere praat, hè, van de prediker. Aparte dominee, ik heb het wel eerder gezegd. Wel een goeie, vind ik. Niet één die je met vrome dromen het bos instuurt. Maar die gewoon heel nuchter de dingen ziet en zegt zoals ze zijn. De werkelijkheid van hier en nu. Waarin je het dan moet uithouden. Met het leven zoals het is. Heb dan ook een beetje het lef, zegt hij. Want als je maar blijft afwachten tot het goede, juiste moment aanbreekt, alleen maar op safe speelt, dan kom je echt tot niks. Wie op de wind blijft letten, zal nooit gaan zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. Dat schiet dus niet op. Je kunt niet op safe spelen. Dat bestaat niet in het leven, hier en nu. Sinds het paradijs verloren is, de boel stuk gebroken is aan alle kanten, is het zo onvoorspelbaar geworden als wat. Op safe spelen is er niet bij. Zelfs niet als je gelooft in God. Dan zul je het moeten doen met wat zich aandient, met hoe het gaat, hoe het leven komt. Een mens weet niet, zo staat er in vers 5, hoe het uitpakt. Dat is verborgen, zoals je niet weet uit welke hoek de wind gaat waaien en je er geen zicht op hebt, hoewel dat niet zo actueel meer is met al die echo's tegenwoordig, maar toch. Een kind in de buik, de baarmoeder, je volgt het niet, verborgen is het. Zo weet je evenmin hoe het zou lopen. Zaai het zaad in de morgen en trek je hand in de avond niet terug. Je weet immers niet of het een zal slagen of het ander, of misschien wel allebei. Soms loopt het uit op niks en soms wordt het een onverwacht succes. En een mens die heeft dat niet van tevoren in de vingers. Laat staan dat hij het in de hand zou hebben, hoe het gaat. Het heeft ook iets van pech en geluk. Ja, dat nou net moest gebeuren. Of dat het net zo liep. De ene keer ben je in tranen en de volgende keer straal je. Zo zegt de prediker. En hoe is God daar dan in? Nou ja, op de een of andere manier. Zo staat er. Het werk van God staat er in vers 5. Die alles maakt. Hij is erin. Maar hoe? Vaak geen idee.
Echt. En dat klopt, toch? Als ik denk aan leiding, dan denk ik vooral ook aan een koord, wat je wel eens ziet in het water. Misschien wel eens gezien ook in de zee. In de Middellandse Zee heb je heel vaak, het eerste stukje is wat ondiep en dat wordt dan op een gegeven moment aangegeven met een koord. En er zitten dan van die ballonnen, zeg maar rode, oranje, heel goed zichtbaar. En het koord gaat steeds onder water en die ballonnen, ja, die zie je. En daaraan zie je dan dat er een koord is. Nou, zoiets is het ook vaak in ons eigen leven, denk ik. Ineens zie je iets van God. Ja, hé, dit was echt zijn hand. Je staat verrast. En mooi. Toch? Maar dan gaat het koord weer onder water. De leiding is er wel, maar je ziet het niet. Even komt het boven water, hier en daar, in dit en dat, maar heel vaak een leiding onder water. Geen idee hoe het zit. Hoe God daar nou in is, daarbij is. Je kunt het maar veel beter eerlijk tegen elkaar zeggen, dan dat je elkaar voor de gek zit te houden, toch? De prediker heeft het lef, de moed, om het gewoon zo op te schrijven. Precies zoals u en ik het beleven en ervaren, toch? En als het anders is, dan mag jij of u naar de dienst naar me toe komen en dan zeggen, dominee, er klopt helemaal niks van, want ik heb het wel. Dat unieke levensplan voor heel mijn bestaan, van het begin tot het einde toe. Ik ben benieuwd. Echt. Ik ben echt benieuwd. Volgens mij heeft echt helemaal niemand dat hier vanavond. Of wel? Ik zou bijna zeggen, steek je vinger eens op. Dan zou je van wat mij betreft de preek mogen afmaken. Nou ja. Goed. Genoeg hierover. Helder denk ik ook. Toch nog wel even een vraag natuurlijk nu. Na dit allemaal gezegd te hebben. Want ja, het voelt misschien toch een beetje ongemakkelijk. En ik ga toch nog even iets anders zeggen. De prediker die zegt dat niet zo expliciet, maar ik zeg het wel. In het licht van heel de schrift. De prediker heeft ook nooit beweerd helemaal volledig te zijn. Integendeel, hij heeft een observatie hier en daar. Hij schrijft dat op. Genoeg om over na te denken. Maar de man heeft nooit gedacht, dit is het eerste en laatste woord. En er valt verder niks anders over te zeggen dan wat ik erover bedenk. Dus wij mogen gerust eventjes er nog op doordenken met elkaar vanavond. En dan stel ik toch even een vraag. En dat is om elkaar ook te helpen. Zonder iets af te doen van alles wat ik tot nu toe heb gezegd. De vraag, hoe betrek je God er nou op de goede manier bij in je leven? Hoe doe je dat nou? Want er is natuurlijk ook iets van een geheim. Als je hem toebehoort, dan zegt hij niet, nou zoek het maar uit, maar dan mag je geloven dat jouw leven in zijn hand is, dat je hem een zorg bent. Met lichaam en ziel, dat niet alleen je ziel zijn aandacht heeft op zondag of zo, of als je uit de Bijbel zit te lezen, maar ook jouw lichaam, jouw hele bestaan. Dat jij hem ter harte gaat. En dan is voor hem ook niks te gering en niks te min en niks te klein en niks te gewoon. Je leven. Maar hoe zit dat dan? Hoe betrek je Jezus daar dan in? Hoe betrek je God daar dan bij? Nou, Israël heeft het zo gezegd in de Spreuken. Spreuken 3. Dat is heel mooi. Vind ik een woord heb ik al vaak aangehaald bij die en gene. En ja, lijkt mij een hele mooie richtingwijzer. Spreuken 3. Daar staat het in vers 5. Ken hem in al je wegen. Dat betekent, heb het er gewoon over je leven. Daar gaat het trouwens ook om, hè. Als je hem erbij wil hebben, moet je hem als het ware ook dagelijks in de arm nemen. Gewoon met hem opwandelen, de dingen met hem delen.
Juist wie dat gaat doen, die ontdekt dat God meer aanwezig is in je leven dan je had vermoed en verwacht. Zeg ik er maar even bij. Kijk, zomaar die leiding willen hebben terwijl je eigenlijk niet aan hem toekomt, niet met hem opwandelt, dat is ook wel een beetje raar, vind je niet? Maar als je met hem leeft, dan is het een levend gebeuren. Ken hem in al je wegen. Je deelt gewoon je bestaan. Met alles wat erin en erop en eraan is en alles wat je op je hart hebt, dan mag je alles gewoon zeggen. Zegt hij nooit, nou hoor eens, zoek dat nou zelf maar uit. Al moet je natuurlijk een hoop zelf uitzoeken. Maar toch, deel het maar. Ken hem in al je wegen. En dan? Nou, dan krijg je het zo op een briefje uit de hemel. Nee, dan staat er, en hij zal jouw paden recht maken. En wat betekent dat? Want dat begrijpen wij in Nederland niet zo goed, want daar hebben we allemaal al rechte wegen. Dus, maar in het oosten, weet je wat dat betekent? Ik heb dat een keer gezien in Israël, gingen we een kamelentocht maken door de woestijn van Judea. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je begint gewoon en dan zijn er paadjes en je denkt dat komt helemaal nergens uit. Maar dat komt precies uit waar je bent begonnen. Dus die kamelen die lopen gewoon het pad en die lopen eigenlijk gewoon rondjes. Nou, om nou te voorkomen dat je geen rondjes gaat lopen in je leven, ken hem in al je wegen en deel het met hem en leg het hem voor. Met dat je vanuit zijn liefde en genade je leven leeft, is er voor hem niks te min en niks te gering, is jouw bestaan hem een zorg en zeg dan maar, o God, voorkom alstublieft dat ik rondjes ga lopen. Ken hem in al je wegen, hij zal je paden recht maken, dat het ergens naartoe gaat. Hij is erin. En dan kan hij zomaar verrassend deuren openen. Ja, een wegbanen. Op zo'n manier dat je denkt, jongens, zeg, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat ik hier terechtgekomen ben? Maar natuurlijk ook andersom, hè? Dat moet je dan ook wel accepteren. Ik denk aan die man, hij kwam in een van mijn vorige gemeenten, hij kwam ontzettend enthousiast om een uur of zeven even langs. Mag ik even langskomen, dominee? Ja, natuurlijk. Nou, goed. En hij vertelde dat hij een gesprek had gehad. En nou, hij zou een promotie gaan maken van je welste. Hij zegt, maar ja, ik ben jeugdouderling. En ja, ik zit er toch een beetje mee. Want ja, wat moet ik nou zo meteen gaan doen? Hè? Moet ik, als ik die promotie kan maken, heb ik heel weinig gelegenheid meer om dat jeugdouderlingschap te vervullen. Dus ja, weet u, ik zou het fijn vinden als we er even samen over in gebed konden gaan. Ik zeg, oké, jongen, dat is best. Maar één ding. Het kan anders uitpakken als jij nu bedenkt. Want je denkt, we gaan even bidden. En dan is dat ook rond. En dan, hè? Want je ziet die promotie al voor je. En dan, nou ja, met goed fatsoen kun je dan dat ouderlingschap achter je laten. Nou, we hebben gebeden in openheid. Ken hem in al je wegen. Hij maakt je paden recht. En de volgende dag belde hij op, helemaal uit het lood. Op de een of andere onverklaarbare manier ging de hele promotie niet door. Even een dreun. Maar dat heet ook leiding. Toch? Niet leuk. Maar wel goed. Ken hem in al je wegen. Hij maakt je paden recht. Achteraf, ja, dat zie je dan soms ook, was het maar ontzettend goed. Voor veel behoed. Maar ja, dat gaat niet altijd op, die vlieger, hoor. Soms is het gewoon een teleurstelling. Een deur die dicht gaat, een weg die afgesloten wordt. Gewoon dat je het niet begrijpt. God, het was zo goed. En dat het heel pijnlijk is en voorlopig ook heel pijnlijk blijft. Want dat hoort er ook bij. De prediker zegt het, soms wordt het geen succes. En dat geeft gewoon verdriet. Het leven, dat ervaar je daaraan, is onaf. Het wordt niet bij voorbaat een succes. Zelfs niet als je bidt. Ook dan. En dan denk ik aan broeders en zusters in het Midden-Oosten. En dan schaam ik me. Dan zitten we hier soms zo luxe te praten met elkaar. Dan willen we dat het allemaal van hoger hand geregeld wordt. Wat dacht u van die broeders en die zusters? Die worden vervolgd, gemarteld, uit hun huis gedreven, op de vlucht moeten slaan. Een tijdje geleden ontmoette ik
Een moeder met twee dochters op een gebedsochtend. Zo aangrijpend, zitten al 7 jaar hier te wachten. Hebben Nederlands geleerd, intelligent, ze bidden, ze hopen op God. En op de een of andere manier, de rechter heeft al 3 keer gezegd dat ze hier mogen blijven en de IND zegt nee. Nou, dat is een probleem op zich natuurlijk, maar weet u, dan raak ik ook in de war. En ze blijven hun leven delen met hem. Het is allemaal niet zo simpeltjes. Als je bidt, dan komt alles terecht op zijn pootjes. Soms ga je gemankeerd en gebroken door het leven. En je snapt niet waarom, waartoe en hoe. En wat hou je dan over? Die oudste dochter stuurde mij van de week een gedicht. Ze had het ook op die ochtend voorgelezen. En had ze een ander gedicht voorgelezen. En dat vond ik al ontroerend. En nu stuurde ze een gedicht. 20 jaar is ze. Ze studeert in Tilburg. Moet elke dag heen en weer. Want ze moet 's avonds in Valkenburg een stempel halen. Dus dat is Nederland anno 2017. Ik schaam me soms dat ik in zo'n land woon, weet je dat? Ik snap er helemaal niks van. Ik zou ook zo chagrijnig worden, zij 20 jaar oud. Een gelovige. Ga het even opzoeken. Ik had er niet op gerekend, anders had ik het wel even overgenomen, dat ik hier dit op dit moment zou zeggen. Maar ik ga het even opzoeken voor je. Dat is de Bijbel, maar dan in eigen tijdse taal. Bijvoorbeeld, denk maar eens aan Habakkuk 3. Er is helemaal niets en toch van vreugde opspringen. Of de 56e psalm. Ik huil. Ik huil me helemaal leeg en toch, dit weet ik, u bent bij mij. Ze schreef het volgende, tranen van vreugde. In deze moeilijkheden heb ik geen tranen van verdriet. Ik wil lachen, huilen van uw vreugde. Lof en dank, Heer, het meest kostbare geschenk bent u. Uw liefde kostbaarder dan goud. Ze schijnt feller dan de zon. Uw trouw is mijn licht. Uw paden, ik bewandel ze met de liefde van mijn hart. Ook als alles tegen zit, zoals nu, zit de vreugde in mijn hart verborgen. Halleluja, lof en eer aan u. Mijn kracht in zwakte. Zegen voor mijn hart en ziel. In alle onzekerheid over de toekomst. Waarbij dromen lijken te vervliegen. Ben ik verheugd, blij, mijn hart en ziel, ze juichen in een van de moeilijkste tijden van mijn leven. Het betekent niets anders dan uw aanwezigheid, uw genade, uw vrede. Ze rust op mijn schouder. Uw liefde overwint. Ik leg mijn leven in uw handen. En leid mij door de donkere dalen van dit aardse bestaan naar het licht. Leid mij door verdrukking en tranen naar een hoopvol bestaan. Vul mijn hart en ziel met uw geest. Amen. Dan word ik stil. Dan denk ik,
Hoe is het mogelijk? God leeft. Hij is erin. Al zie je niks van hem. Begrijp je? Ach, dit is niet te begrijpen. Je leeft het. En verheugt je. Of je denkt, nou ja. En verder? Nou, zegt de prediker, al zijn er geen garanties voor het bestaan. Dat betekent nog niet dat je bij voorbaat hoeft te gaan somberen. Integendeel, vind ik mooi. Verblijd je, zegt hij tegen de jongeren, verblijd je. Verblijd je in je jeugd, zolang het kan. En die jonge jaren zijn in principe ook om blij van te worden, om onbevangen te leven, om eruit te halen wat erin zit, om te genieten, om je ambitie te volgen, om de liefde te vinden en te ervaren. Verblijd je, kom op. Niet alleen maar heel somber zitten te kijken waar het heen moet. Hoewel, er zijn natuurlijk soms ook jongeren die gewoon al zo gestrest kunnen zijn of zo tegen de onmogelijkheid van het leven oplopen, erg zat. Goed als je dan daar middenin op de een of andere manier ervaart dat je gezien wordt door de hemel. Daar waar je soms in het leven geen gat ziet. Maar goed, dat nu even niet te veel aandacht. Ook dit, gewoon blij met het leven, zoals het je is gegeven. Wees dat vooral. En doe wat in je vermogen ligt. En ga ervoor. En beleef er plezier in. God is niet de God van heel zuinig. Nee, dat denken wij soms. God, altijd zuinig, altijd benepen. God is helemaal niet van zuinig en benepen. God is de God van overvloed. Als er één alles doet wat hij maar kan, dan hij. Hij zet alles in. Hij gaat er helemaal voor. Daar is de Bijbel vol van. Alles wat hij in huis heeft, investeert hij. En hij gaat voor de liefde en daarmee voor de vreugde en voor het leven en voor de overvloed. Echt, toch? Dat weet je toch? En als het moet, dan wil hij er zelfs dood aan gaan, opdat jij en ik erin delen zullen. Dat is bewezen in Christus, me dunkt. God is niet de God van benepen en van heel zuinig en van hier en daar zo'n beetje net aan. God is een God die alles inzet. En daarom verblijd je met dat wat je is gegeven. En haal eruit wat erin zit en ga je gang. En wees vooral niet te benauwd en te benepen. Mooi hè, vind ik mooi. Dat is echt de Bijbel. Dat is ook God vrezen. Dat is gewoon dat wat jou gegeven is volop genieten. Eruit halen wat erin zit. Daarvoor is het je geschonken, toch? Niet om die jaren voorbij te laten gaan. Alleen één ding, zegt de prediker. Bedenk dat God je over dat al in het gericht zal brengen. Oh, nou ja, lekker zeg. De domper erop. Er is er één die alles ziet en uiteindelijk krijg je de afrekening gepresenteerd. Nou, lekker genieten wordt dat. Zou hij dat bedoelen? Nee. Nee, dat bedoelt hij helemaal niet. Hij zegt, probeer intussen wel een beetje gericht te leven. Gericht op God vanuit hem. Die het goede voor je zoekt. Hij zegt het erbij. Voorkom dat je geest en je lichaam verziekt. Dat kan, hè? Daar kun je veel voorbeelden van geven. Porno, drank, maar ook op allerlei andere manieren. Dat je je zo verliest in dit en dat en dat je er zelf aan kapot gaat. Doe dat niet, zegt de prediker. Dat is niet handig. Ook niet als je jong bent. Helemaal niet als je jong bent. Helaas, de jongeren kunnen al op zijn. Soms op hun 25ste. Niet doen, zegt de prediker. Niet doen, dat is zonde van je leven. Wel nuchter dat hij dat ook gewoon erbij zegt. Hoe dan?
Nou ja, juist in het leven hier en nu. Ik vind het heel actueel voor 2017, weet je dat? Want wij leven in een tijd op jongeren van eindeloze mogelijkheden. Vroeger waren de dingen een beetje helder. Daar leefde je in een zuil en daar was je dan... Nou ja, daar ontleende je ook je identiteit aan. En je wist zo'n beetje wat je moest doen en wat je niet moest doen. Maar vandaag de dag, alles ligt open. Je mag zelf je normen en waarden mag je bepalen. Doe wat goed voelt. En als het niet lukt, ja, dan had je andere keuzes moeten maken, toch? Alles ligt op jouw bord. En zie er maar eens als jongere uit te komen. Je wordt er soms doodmoe van. En sowieso onzeker, angstig, gestrest. Ik vind die prediker behulpzaam als die zegt, denk eens aan God. En leef verantwoord voor hem. En laat hij de bron zijn en dan ook ze mijn richting geven. Ik ga daar nou verder niet meer te diep op in, want dan wordt het allemaal veel te lang en veel te laat. Maar het is toch een mooie, vind je niet? Ik vind het een goede, echt een aanrader. Leef vanuit hem. En dat kan helpen. Jezus, met hem gestorven en opgestaan, waarom zou je daar als jongere niet uit leven? Dat is uiteindelijk vrezen van God. Dat is niet een beetje bang voor hem zitten wezen, maar het is je aan hem overgeven. En wat betekent dat volgens het Nieuwe Testament? Dat is zeg maar leven uit dat geheim van zijn liefde, met hem gestorven en opgestaan. Nou, dat zet jouw leven al op een spoor. Dan moet je nog een heleboel keuzes maken daarnaar, maar het helpt natuurlijk enorm. Hoe je dan doet en niet doet. Het geeft ja, niet alleen maar wat normen en waarden. Het geeft gewoon richting aan je bestaan. En dan van daaruit als een mens door God gezien, gekend, kijken hoe jij je leven zinvol, zegenrijk kunt invullen. Nou, als de zuilen zijn weggevallen, zoals vandaag de dag het geval is, geeft dit, lijkt mij, heel veel richting. En dan, ja, nou ja, op een dag zegt de prediker, en ik moet nu, ik heb te veel natuurlijk over hoop gehad, maar ik wil dat afmaken. Dus nog even een paar minuutjes, ik zal het niet te lang meer maken. Dan komt het einde. Ja, dan komt het einde, onvermijdelijk. We lazen ervan in hele beeldende taal. Op de dag wanneer de bewakers van het huis zullen beven, je armen beginnen te trillen. Dus sterke mannen, dat zijn je benen, zich zullen krommen. Zie je het voor je? De maalsters ophouden je gebit. Nou ja, tegenwoordig valt er van alles aan te doen, maar toen wat minder. Je gebit valt uit en de maalsters die houden het voor gezien. Je kunt je eten niet meer kauwen. En zij die door de vensters kijken worden verduisterd, je ogen raken vertroebeld, je ziet al minder, zelfs een bril helpt er op den duur niet meer aan. Wanneer de beide deuren naar de straat worden gesloten, je oren, er kwam van allerlei geluid naar binnen, maar het vervaagt. Je hoort al minder, je raakt al meer geïsoleerd. Het leven wordt al kleiner. En je staat al op bij het geluid van de vogels. Echt lekker slapen doe je niet meer. Je bent bij het minste geringste al wakker. En kunt de slaap niet meer vatten. En daarbij, je gaat vrezen voor de hoogte. Hoogtevrees, je durft een trapje niet meer af. En je ziet allemaal verschrikkingen op de weg om de straat op te gaan, allemaal leeuwen en beren. De amandelboom gaat bloeien, dat doet hij intussen ook bij mij. Dat betekent dat je haren grijs worden. En de sprinkhaan wordt zichzelf tot een last. De veerkracht is weg. De kapperbest staat er dan nog bij, die helpt niet meer. Dat was, ja, een vrucht die de eetlust een beetje moest opwekken, maar er helpt niks meer aan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En op een dag wordt er een rouwbrief opgesteld en daar staat jouw naam dan op. En is het gedaan, na een rondje aarde terug bij waar je vandaan kwam.
en je schepper. Dan is er maar één vraag, toch? Waar gaat het heen? Waar loopt het op uit? Als je hem ontmoet, want God brengt alle dingen in het gericht. Nee, dat is niet om bang van te worden. Dat is om je verantwoordelijkheid te nemen. God die neemt ons voluit serieus. Zo serieus dat hij ons leven in het gericht brengt. En zegt, laten we eens kijken. Hij is benieuwd. Nou ja, wat is het dan goed? En daar wou ik maar mee eindigen. Er staan nog een paar dingen, maar die laat ik voor wat ze zijn. Wat is het dan goed dat God niet alleen mijn leven heel serieus neemt, het goede, het kwade, maar dat er, zo zegt het slot van de Bijbel, al geloof ik dat de prediker het al vermoed heeft, want hij zegt, vrees God, en hoe het dan ook gaat, en dan kom je in het gericht, met dat je hem tot je God hebt, kom je erdoor. Zijn genade is genoeg, hij zegt het allemaal niet. Maar het slot van de Bijbel, daar staat het wel. Met dat jij, met jouw bestaan, in het gericht komt van hem, is er niet alleen dat boek van goed en kwaad, van jouw bestaan, van jouw doen en laten, maar ook een ander boek. Van het leven door het Lam. Wat ik ook heb gedaan, hoe mooi ook, of hoe lelijk soms. Uiteindelijk wordt de rekening niet opgemaakt van optellen en aftrekken. Maar mag ik leven van het geheim. God, al mankeerde er meer aan dan u lief was. Uw genade is genoeg. Daarom, vrees God.